Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTokpagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. Vandaag spreken we de adviseur van de neerdialyse patiëntenvereniging, de heer Steven Chang Asheng. Goedemiddag meneer Steven, hoe gaat het met u? Goed, gaat goed hoor. Zou u uw functie kunnen beschrijven? Volgens mij in deze functie ben ik adviseur van de neerdialyse patiëntenvereniging. En als zodanig ook een beetje hun vertegenwoordiger naar buiten toe. Maar ook beleidsaangelegenheden help ik ze mee. En zijn de cijfers van het aantal neerdialyse patiënten in Suriname gestegen? Het schommelt de laatste tijd een beetje tussen de 800 en 900. Voor COVID hadden we een beetje meer. COVID heeft ook een beetje gevolg gehad dat er waarschijnlijk een beetje meer sterfte was. Ik moet u zeggen, as we speak, is de Nierstichting waarin ik ook zit bezig met een onderzoek, zeg maar bijna aan de stoel, bij alle dialysecentra, en we zijn nog bezig het af te ronden, met een groot onderzoek naar de patiënten, zowel laten we zeggen, het geslacht, etniciteit, demografie, geografie, hoe lang ze al dialyseren, wat de kosten zijn enzovoorts, en wat de ongemakken zijn. Dus we hopen binnen een paar weken, maximaal een maand, daar toch de cijfers van te kunnen presenteren. En het is een onderzoek dat niet gaat over een steekproef van een aantal tientallen procent per procent, maar waarschijnlijk een steekproef van 95-98%. Dus dat denk ik dat we heel betrouwbare cijfers hebben over de exacte aantallen momenteel. Maar een stijging, als je kijkt naar 2000 tot en met 2024, dan is het wel verdrievoudigd. Zelfs waarschijnlijk verviervoudigd. Is zei dus dat er wel een stijging waarneembaar is van het aantal patiënten. Waaraan ligt dat precies? Nou, het ligt een beetje, je zou echt diepgaand onderzoek moeten doen om dat echt te kunnen vaststellen. Maar we weten over het algemeen dat wij heel veel suiker en zout gebruiken in Suriname. Dat wij heel veel minder bewegen tegenwoordig. Dat er ook heel veel fastfood erbij is gekomen sinds 2000. Dat heeft kennelijk allemaal wel geleid tot, laten we zeggen, en met name minder bewegen, heeft geleid tot, obesitas, overgewicht. En dat heeft dan invloed op de bloeddruk en bloeddruk heeft dan invloed op de nieren en het hart enzovoort. Dus het is een keten. Van activiteiten. Het begint meestal gewoon bij het eten, wat je consumeert, maar ook de mate van lichaamsbeweging, wat je wekelijks tijd aan besteedt. En is er een specifieke groep die het meest wordt getroffen? Het onderzoek dat wij nu doen, gaat ons meer informatie geven over of de etniciteit of de geografie, dus waar, in welke buurt komt het meest voor. Het was al bekend in het verleden dat bijvoorbeeld Blauwgrond en Kombewijnen toch een beetje hotspots waren. Etniciteit durven we nog niet meteen eraan te koppelen, maar zowel eigenlijk de Javaanse als de Hindoestaanse keuken hebben wel wat elementen van die op zich niet goed gezond zijn. Met name zetmeel en dat soort zaken, zetmeel en vet, die niet zo goed gezond zijn als je dus te veel daarvan consumeert. Maar het onderzoek zou moeten uitwijzen of we daaraan kunnen een bepaalde oorzaak kunnen koppelen. Hoe groot is de overlevingskans van een patiënt die moet dialyseren in Suriname? Dus het overlevings, de kans dat je hebt om te overleven, wij hebben dat nog niet vastgesteld, maar wat wij wel hebben vastgesteld is het voorbeeld van de eerste neerdialyse patiënt in Suriname, die nu nog in leven is. En daar praat je over iets van 40 jaar geleden, denk ik. 40 of langer jaar geleden.
Dus ook al ben je dialyse patiënt, als je dan houdt aan jouw dialyse schema, als je kennelijk toch je voedsel aanpast, als je kennelijk toch je beweging aanpast aan de omstandigheden, dan kan je een normaal, niet een normaal leven, dan kan je nog lang in leven blijven. Okay. Bent u tevreden met hoe de nierdialyse patiënten in Suriname worden behandeld? Nee, op zich niet. Het is, in feite is het een beetje uit de hand gelopen. De populatie werd groter en er is niet op tijd daarop ingespeeld. We zitten sowieso in een omgeving waar we, als we kijken naar het, het aantal artsen dat we nodig hebben, specialisten, hebben we volgens mij een tiende van wat we nodig hebben op zo'n populatie. Dus daar is niet op ingespeeld. En die weinige specialisten die we hebben, die gaan dus nooit echt kunnen ervoor zorgen dat de patiënten een heel goede behandeling krijgen. Medisch gezien krijgen ze een goede behandeling, maar de aandacht en het volgen gaat volgens mij, gaat naar onze mening, toch ten koste van, omdat een specialist heeft ook maar 24 uur per dag, of 12 uur per dag dat hij bezig kan zijn, en de patiënt, het aantal patiënten is veel te groot. Daarnaast is de constante onzekerheid van de medicatie, de speciale medicatie die nodig is voor de dialyse patiënten, is ook niet gegarandeerd. Het kost heel veel geld, dat moeten we sowieso toegeven. Maar het gebeurt vaker dus dat het niet betaald is aan de leverancier en dat die de deur van het magazijn sluit. En dat patiënten dan ja, tevergeefs naar het dialysecentrum gaan, hebben de kosten gemaakt en kunnen dan niet gedialyseerd worden. En dan moet er een nieuw schema gemaakt worden, moeten ze inhalen en dat soort zaken. Dus behalve, dus we geven gewoon toe, het is een kostbare zorg, maar verpleegkundigen over het algemeen in Suriname, die worden zeer ondergewaardeerd, wat absoluut niet zou mogen en moeten. En dialyseverpleegkundigen zijn ook een speciale tak verpleegkundigen. Dus je kan niet zeggen van, oké, er loopt eentje weg, dus we pakken eentje van een andere zaal en die gaat daar even meehelpen. Het is toch een hele een speciale tak van sport. En daar hebben we ook de nodige uitloop gehad. Volgens mij hebben we het nog steeds. En zo, dus de medicatie is niet gegarandeerd, het aantal specialisten is onvoldoende en het onderzoek van ons gaat dat ook aantonen. En de verpleegkundigen, die lopen ook weg. En de verpleegkundigen doen eigenlijk in de dialysecentra in feite alles. Ja, en hoe staat het met de nazorg van de patiënten, dus wanneer ze in de genezingsfase zijn? Je kan niet genezen van nierfalen. Zeker niet als je in dialyse bent, dan heb je al een nierfunctie van 15% of veel minder. Daar genees je nooit van. Enige uitweg die je dan nog hebt, is een transplantatie. Dus, en transplantatie is een heel verhaal apart. Daar zijn we ook gelukkig mee begonnen in Suriname. Nadat de Nierstichting echt daarop heeft aangedrongen dat het moest komen. Een niertransplantatie, en we gaan niet goochelen met cijfers, maar de indicatie is dat het tegen de 35.000, 40.000 of zo kost. Maar dat is gelijk aan 3-4 jaar medicatie voor een dialysepatiënt. Dus het is een eenmalige investering. En dan heb je nog wel wat medicatie erbij komt. Maar de medicatie die erbij komt is in feite maar een heel klein deel van de dialysekosten. Dus in feite alleen maar vanuit het kostenoogpunt zou je het al moeten doen. En gelukkig zijn we ermee gestart. Er zijn een aantal missies geweest. Ik denk dat tegen de 20 mensen succesvol een transplantatie hebben ondergaan. En de volgende missie is gepland voor november dit jaar. Daar zijn ze nu al mee bezig met, als het goed is, met patiënten screenen, matchen en het heel medisch verpleegkundig proces wat daaraan vooraf gaat. En hoe staat het met de nazorg van de specialisten zelf? U bedoelt de nazorg van bij de transplantatie of van de specialisten? Van de specialisten. Dus, ik denk dat het niet makkelijk voor hun zal zijn om te zien hoe de patiënten eronder lijden. Dus gelukkig hebben we vorig jaar al, en dit jaar is hij actief geworden, een nieuwe nefroloog erbij. Dat is een beetje een druppel op een hete plaat.
de specialisten doen hun uiterste best om de nierdialyse patiënten in ieder geval gezond te houden. Het ligt ook veel aan de patiënten om hun levensstijl aan te passen aan de situatie. Maar het geven van voedseladvies en bewegingsadvies, dat zit er ook wel in. Maar gegeven het aantal patiënten en tegenover het aantal specialisten, kunnen de specialisten nooit genoeg tijd besteden aan de patiënten. Dat is onze observatie. In een ander verband hebben wij nu een preventieprogramma opgestart, of we gaan het opstarten, wat ervoor moet zorgen dat mensen die al nierschade hebben, dat wordt voorkomen dat zij in nierdialyse gaan vervallen. En dat kan door op tijd je voedingsgewoonte aan te passen, je bewegingsgewoonte aan te passen en nog een aantal zaken. En zo gaan wij proberen vanuit de Nierstichting en het diabetesprogramma, gaan wij proberen in ieder geval de populatie constant te houden, als het kan ook enigszins te laten dalen, maar ook daarmee de enorme kosten te besparen van een dialysepatiënt. Want een dialysepatiënt kost minimaal $10,000 per jaar, ja, per persoon. En dat is alleen de medicatie. Daar hebben we het niet over verpleegkundigen, daar hebben we het niet over artsen, daar hebben we het niet over bloedonderzoekingen, daar hebben we het niet over het gebouw, daar hebben we het niet over de airco, het water enzovoorts. Alleen maar de medicatie kost al minimaal $10,000 per persoon per jaar. Dus dat voor 800 patiënten is dat 800 maal $10,000 US dollar maal 35. Volgens mij kwam ik op een bedrag van 280 miljoen SRD op jaarbasis. Alleen de medicatie. En dat cannibaliseert ook het budget van de overige, zeg maar, het overgedeelte van het volksgezondheidsbudget. En bent u tevreden met de communicatie vanuit het ministerie als het gaat om de gezondheidszorg? Communicatie over het algemeen. Vindt u ze transparant? Nee. Het is allemaal. Kijk, het ministerie van Volksgezondheid is het eindstation eigenlijk. Hè. Het systeem in Suriname is een beetje in elkaar gestort. Dat wil zeggen dat de mensen op de vloer en waar het gebeurt niet de verantwoordelijkheid nemen voor in ieder geval. Constateren, het doorgeven van bepaalde gegevens, op tijd signalen geven naar boven toe, naar volksgezondheid. Waardoor volksgezondheid toch, behalve ik vind dat het gewoon veel beter kan en dat zij die structuur hadden moeten opzetten als zij ook van mening waren dat beneden niet werkt. En dat heeft het gevolg dat de communicatie van hun altijd een beetje achteraf is. Toch ook een beetje ontkennend vaak. En we mogen niet tevreden zijn over de communicatie van volksgezondheid. Maar het is de hele keten fout eigenlijk. Vanaf waar het moet gebeuren, op de vloer, tot en met in het ziekenhuis, tot en met het ministerie. Ik denk dat ze de weg kwijt zijn. We zijn echt ver weggezakt wat dat betreft. En hoe staat het dan met de uitvoering van die niertransplantatie zelf? Je had het zo net over de financiering en de nodige middelen zijn er niet altijd of niet echt. En is er misschien ook een wachtlijst? Hoe verloopt dat? Nou, er is naar mijn kennis, weet ik niet van de wachtlijst. We hebben wel in feite een aantal potentiële patiënten. Dat heeft de niertransplantatiekliniek. Die hebben een aantal patiënten op de lijst. Dus die zou dat de wachtlijst kunnen noemen. Het wordt uitgevoerd onder auspiciën van het AUMC, het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Daar gelden heel hoge normen voor wat betreft voorbereiding als uitvoer, als nazorg. We hopen dat de missie van november doorgaat. We hopen dat de middelen er zijn. De vorige missies zijn ook in feite toch met niet al te veel voorspelbaarheid hebben ze plaatsgevonden. Het is toch een beetje op het laatste moment. Maar gelukkig is het gebeurd. En het AUMC ziet toe op een goede uitvoer van
van alles, inclusief de medicatie, inclusief de nazorg en de nakontrole van de transplantatiepatiënten. Dus wat qua management, systeem enzovoorts zit dat wel goed. En we hopen dus dat in ieder geval de fondsen op tijd worden klaargemaakt, vrijgemaakt, zodat ook de uitvoer kan aanvangen. Bent u het eens met de stelling dat het geld dat wordt geïnvesteerd in de gezondheidssector niet goed wordt besteed? Jawel, om te beginnen denk ik dat niemand echt goed weet waaraan het geld wordt besteed. Omdat, en laat staan of het dan goed is, er wordt heel veel geld verspild. Het is, niemand weet hoeveel mensen precies werkzaam zijn, niemand weet wat ze allemaal doen, wat hun productiviteit is, wat hun efficiëntie is, wat hun effectiviteit is. We ontbreken gewoon data. In feite wordt volksgezondheid vanuit een soort budget, ja, dit is het, dit krijg je van de overheid en daarmee moet je het gaan doen. Het is niet omgekeerd ontworpen van, dit is de situatie die we hebben, dit zijn het aantal patiënten, dit is het systeem, een nieuw systeem, een ketenbenadering, waarin we zeggen van, dit geld hebben we nodig om deze keten met een bepaald ambitieniveau kunnen uitvoeren. En dan zeggen van, in de DNA, luister, het kost zoveel miljard en als je het niet hebt, als jullie zeggen het moet niet komen, dan moet je niet klagen dat het in elkaar stort. Nu krijgen ze eigenlijk beperkt geld, het is nergens is het genoeg voor, alles is half-half en dan klagen we. En met name ook het budget voor verpleegkundigen, die moeten ook veel beter gewaardeerd worden. Als die beginnen weg te lopen, dan is het einde in zicht. Dus of er genoeg geld is, het hele systeem moet opengegooid worden. We moeten helemaal opnieuw gaan ontwerpen en dan pas gaan we precies zien waaraan we het geld geven. Geven we het geld uit aan medicijnen tegen de juiste prijs? Ik weet het niet. Geven we het uit aan een heleboel diensten van derden, dat wat goedkoper kan? Ik weet het niet. Nou, ik weet het. Ik denk dat ik het wel weet, maar het onderzoek zou dat moeten uitwijzen. En dan kunnen we echt zeggen van, als wij dit ambitieniveau willen hebben van volksgezondheid, dan moeten we ook bereid zijn dat geld op tafel neer te zetten en dan een paar andere dingen minder doen in de maatschappij. Als ik zo naar u luister, dan vindt u dus wel dat er een nieuw gezondheidssysteem geïmplementeerd moet worden. Hoe zou dat in uw ogen eruit moeten zien? Ten eerste moeten alle zorginstellingen die met overheidssubsidie werken, moeten die alvast lean and mean gemaakt worden. Laten we even kijken wat ze allemaal daar hebben lopen. Wie zit er allemaal daar? Wat doen die mensen allemaal? Dus dat is gewoon een zorginstelling op zich. Aantal artsen wat je nodig hebt in Suriname moet ook een beetje afgespiegeld zijn op de patiëntenpopulatie. Weten we ongeveer wat voor, of hoe ziek onze bevolking is? Ik weet niet of we dat weten. De opleidingen voor de artsen moeten ook daarop afgestemd worden. Dat is lange tijd niet zo geweest. Toegang van buitenlandse artsen in Suriname, mits die ze voldoen aan de juiste kwalificaties, moet echt versoepeld worden. Het is nu nog steeds dat buitenlandse artsen, vaak uit Nederland, Europa, naar Suriname komen en dan nog geen toestemming krijgen om te kunnen werken. Ze worden een beetje geboycott, omdat men vindt dat er hier al genoeg zijn. We hebben nooit genoeg artsen in Suriname. Ik denk dat een heleboel artsen in Nederland ook hier part-time willen vertoeven om de last op te vangen. Dat is qua artsen, qua verpleegkundigen, qua systeem. Systeem moet gebaseerd zijn op een keten. Dat wil zeggen, je hebt toch een x-aantal, niet veel, grote chronische ziektes, cardiovasculair is eentje, nefro is een ander, long enzovoorts. En dat moet allemaal in een keten gebracht worden, waardoor als je in de behandeling gaat, dat je niet van het ene arts naar de andere arts, naar de ene zorgstelling naar de andere gaat, maar dat je in feite de hele behandeling behandeld wordt. Het voordeel daarvan is dat je kosten bespaart, omdat er nu ook heel veel, en het is zo vaak gezegd, hè, maar men doet er gewoon niks aan. Als je naar één dokter gaat, vraagt hij je om een x-aantal bloedonderzoeken te doen. Ga je naar de ander, vraagt hij je weer. Vaak zijn het dezelfde dingen.
En het is gewoon ook gezegd, ook de volksgezondheid. Maar wat doen we eraan? Wanneer gaat dat systeem, ja, dat met een goed elektronisch patiëntendossier of met een andere simpele methode, wanneer wordt dat opgelost? Nu, en dat zijn de dubbele kosten die we maken. En zo, dus het hele systeem moet opnieuw. Als je een fabriek begint, je gaat goederen en diensten verkopen of maken, ja, dan ga je kijken wat wil de klant. Wat wil de klant? Hoe wil hij het hebben? Worden de patiënten gehoord? Tot nu begint het een beetje te komen, maar voorheen waren de patiënten, als ze beginnen te klagen, was altijd in feite waren het lastige mensen. En zouden veel meer patiënten involvement moeten hebben om te kunnen beoordelen of de behandeling die wordt aangeboden, of die ook is als zodanig door de patiënt positief wordt ontvangen. Het wordt vaak allemaal medisch benaderd. En je kan je voorstellen dat dus van het een komt het ander. Als je te weinig verpleegkundigen hebt, gekwalificeerd, te weinig gekwalificeerde artsen, dan krijg je die patiënt ook niet die aandacht. Dus van het een komt het ander. Wat is de oorzaak van alles? De oorzaak van alles is dat er geen systeem is. Er is geen keten, er is geen duidelijkheid, er is geen logistiek in het systeem. We hebben basokaarten uitgedeeld en dan is het betaald, dan is het onbetaald. Maar ja, er wordt ook vaak gezegd, hè, mensen gaan met basokaart met een mooie SUV naar de dokter, maar met een basokaart. Dus het wordt, natuurlijk ga je geld tekort hebben als je iedereen à la dol laat profiteren van het systeem en niemand bijdraagt. En los daarvan is er preventie om te voorkomen dat de patiëntenpopulatie groter wordt. Dat hebben we ook niet. Heel weinig. Indachtig het voorgaande, hoe zou u de gezondheidszorg in Suriname omschrijven? Een beetje, het is uit de hand gelopen. Er is geen samenhang in. Er is geen overzicht en inzicht van hoe alles in elkaar zit. Het is uit zijn voegen gegroeid op bepaalde plaatsen. Ga maar elke ochtend naar de polyklinieken bij het grootste ziekenhuis in Suriname. Dat zou niet kunnen. Er is geen organisatie. Ik snap nog steeds niet waarom we niet een fatsoenlijk afsprakensysteem kunnen hebben. Dat als je zegt van jij komt om 10:00, jij komt om 10:15, jij komt om 10:30, dat je een kwartier eerder bent. En dat je, nee, je moet nu om 7:00 aanmelden voor je afspraak om 8:00. En dan ben je pas om 10:30 aan de beurt. Dus de menselijke maat is er ook totaal uit. Hè? Het is gewoon een fabriek geworden. En medicatievoorziening, dat is ook weer zo'n vraagteken. Ja, we kennen die verhalen. Ja, hadden ze medicijnen besteld of zijn ze auto's gaan kopen? Dus al dat soort dingen. En dat blijft allemaal ongestraft. Hè? Weet je, dan heeft BGVS geen medicijnen. Dan wordt er een andere partij binnengehaald. Veel duurder natuurlijk. Dan lopen de kosten weer op. En als de kosten oplopen, dan cannibaliseer je sowieso een ander deel van de zorg weer. Dus het is een vrijgevochten boel, als ik het zo mag noemen. Het zou niet helemaal zo zijn, maar zo komt het wel over. Echt slecht. Dank u wel. U heeft het dus gezien. Ik hoop hierbij dat u wat beter geïnformeerd bent omtrent de gezondheidszorg in Suriname. Vergeet ons niet te volgen op Facebook, TikTok en YouTube. En dan zien we u morgen weer met een nieuwe aflevering van Sranatori. Sranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.